Soms vind ik het bizar om te zien hoeveel ik op mijn vader lijk toen hij mijn leeftijd had. Er is dan ook geen twijfel over mogelijk dat ik zijn zoon ben. Maar wanneer een kind helemaal niet op zijn vader lijkt, dan zeggen we wel, oh ja, maar die is van de melkboer. Maar wie is de melkboer eigenlijk? Melkboeren waren in het begin echte boeren. Deze boeren gingen bij gezinnen langs de deuren om hun eigen melk- en zuivelproducten te verkopen. De melkboer kwam meerdere keren per week langs. Mensen hadden namelijk nog geen koelkast om bederfelijke producten vers te houden. In de jaren 20 stelde de overheid steeds strengere eisen aan de melk. Het zelfstandig bestaan van de melkboer verdween daarmee en het werk werd overgenomen door de melkfabrieken. De melkboeren kwamen nu in dienst van de melkfabrieken. Ze haalden met hun autootjes de melk op en brachten deze rond. Vanaf de jaren 70 kregen de melkboeren meer concurrentie van de opkomende supermarkten. Steeds meer mensen kregen daarnaast een koelkast. En daarom was het niet langer nodig om meerdere keren per week de bederfelijke producten aan de deur te kopen. Supermarkten kopen groot in bij de melkfabrieken, waardoor zij de producten tegen lagere prijzen kunnen aanbieden dan de melkboeren. Alle soorten melk- en zuivelproducten staan in het schap. De keuzemogelijkheden en de aantrekkelijke prijzen betekenden het einde voor veel zelfstandige melkboeren. Er is nog wel een aantal melkboeren, maar alleen in kleinere gemeenten. Mensen kopen daar de producten van deze melkboeren omdat ze het persoonlijk contact zo belangrijk vinden. In Amsterdam is de melkboer helemaal uitgestorven. Eén troost dus voor Amsterdammers die een kind hebben dat niet op hun lijkt. Dat dit kind van de melkboer is hier dus uitgesloten.